Ze stond er al 8 jaar, in de brandende zon. Ze was afgedankt, klaar voor de schroothoop. Ergens in de droge woestijn van Arizona. Ooit was zij de grootste en snelste. Zij was het die voor het eerst in 1 keer de oceaan overstak. En zo zagen we haar voor het eerst. Het 4-motorige propellervliegtuig, de Lockheed Constellation, type L-749, oftewel Connie. Ze zag er gehavend uit, een troosteloos aanzien van wat ooit een glimmend en trots vliegtuig was. Nu staat ze op een kerkhof. Alles om haar heen wordt gesloopt. Wij hadden maar 1 vraag. Zou ze ooit weer kunnen vliegen? Connie's Comeback. Het verhaal van het onmogelijke plan van Luchtvaartmuseum Aviodome en Stichting Constellation Nederland om dit historische toestel terug te halen naar Nederland. Zij willen het een plaats geven in het nieuwe luchtvaartthemapark Aviodrome op Lelystad, om het voor de toekomst te bewaren. Raymond Oostergo is vanuit het Aviodome de projectleider en op zijn schouders rust de zware taak om de oversteek met de meer dan 50 jaar oude Connie tot een goed einde te brengen. Mijn eerste indruk van Connie is niet al te best. Ze heeft veel te lang stilgestaan. De hitte en het zand hebben hun tol geëist. Ook missen 1 complete motor. Het lijkt inderdaad een onmogelijke opdracht om haar terug te vliegen naar Nederland. Er is 1 andere optie. Uit elkaar halen en in stukken per boot naar Nederland verschepen. Maar dat zou veel te duur zijn. We staan dus voor de opdracht om Connie opnieuw te laten vliegen. We moeten het hele toestel van de grond af aan opnieuw opbouwen. Een team met enthousiaste vrijwilligers en avonturiers is uit Nederland overgekomen om mee te helpen aan dit project. Mijn team bestaat uit KLM-technici en vliegtuigmonteurs, aangevuld met Amerikanen van de Connie-groep. Ze hebben ervaring met het reviseren en vliegen van de oude Connies. Onder hun verantwoording zal de restauratie plaatsvinden. Allereerst gaan we de motoren die er nog op zitten checken en opstarten. De motoren roken verschrikkelijk, maar dat schijnt zo te horen. Goed bericht is dat 2 van de 3 motoren draaien. Slecht bericht is dat we 4 draaiende motoren nodig hebben. De ontwikkeling van de Constellation begint in 1939. De excentrieke Howard Hughes van luchtvaartmaatschappij DWA komt met een ontwerp voor een groot 4-motorig verkeersvliegtuig voor de lange afstand. Vliegtuigbouwer Lockheed neemt de uitdaging aan en zet in een afgelegen hangar een productielijn op voor de eerste prototypes L-49. De Constellation is het grootste passagiersvliegtuig dat men tot dan toe ooit gebouwd heeft. Er kunnen zo'n 50 passagiers in. Ze moeten een kruissnelheid kunnen halen van minimaal 400 km per uur en een afstand kunnen vliegen van 5600 km. Volgens velen is dit niet haalbaar. De speciaal ontwikkelde motoren zijn de grootste en sterkste van die tijd. KLM heeft ook plannen om haar luchtvloot uit te breiden en bestelt eind 1939 een eerste order voor 4 toestellen bij Lockheed. We hebben een nieuwe motor op de kop getikt en deze wordt nu geïnstalleerd en afgesteld. We maken een begin met het ontleden van de cockpit. Kilometers bedrading moet zorgvuldig worden nagekeken en enkele van de 50 jaar oude meters zijn echt aan vervanging toe. Captain Frank Lang wordt de piloot van onze Connie. Hij is 79 jaar en heeft er al zo'n 9000 vlieguren in de Constellation op zitten. Hij zal onze Connie veilig over de oceaan naar Nederland moeten vliegen.
Vandaag komt hij langs om instructies te geven voor de installatie van nieuwe meters in de cockpit. Een ander team is begonnen met het opknappen van de romp, het afbijten van de oude verf, polijsten en Connie wordt daarna opnieuw geschilderd. Hier zijn we de komende weken wel mee bezig. This is the perfect place for it. If it can't be done, it can't be done. But you just can't go to the Lockheed store and say, hey, I want a contactor for a 1948 Connie. They laugh at you. Half of them go, a what? We built one of those? De Tweede Wereldoorlog breekt uit. Op 7 december 1941 raakt ook Amerika betrokken bij de oorlog als Japan de aanval opent op Pearl Harbor. President Roosevelt vordert direct alle in aanbouw zijnde burgervliegtuigen, dus ook de Constellation. De Amerikaanse regering bestelt 180 Constellations bij Lockheed, maar de levering laat nog even op zich wachten. Op 9 januari 1943 wordt de eerste testvlucht uitgevoerd. De topsnelheid van 560 km per uur is ver boven verwachting. Zelfs op halve kracht is zij nog sneller dan alle toenmalige verkeersvliegtuigen. Ze is nu klaar om ingezet te worden bij de US Air Force, waar zij als militair transportvliegtuig dienst gaat doen. Het is vandaag weer 43 graden Celsius in deze verstikkende woestijnhitte. We proberen om 5 uur 's ochtends te beginnen om de hitte te ontlopen. We zijn nu al maanden bezig met onze Connie. We hebben het als team echt nodig om daadwerkelijk resultaat te zien. Vandaag wordt een belangrijke dag voor ons. We gaan proefdraaien. De motoren zijn helemaal nagekeken en we hebben ze zo goed mogelijk afgesteld. Maar het blijft spannend of ze allemaal zullen aanslaan. Motoren draaien, maar één motor klinkt niet goed. Tim, onze boordwerktuigkundige, is niet tevreden. De afstelling van die motor is een regelrechte ramp. Look at this. Look at this timing. Nice. It's terrible. Look at the split on those things. Come on. No good. Well, for the amount of time it's worth it. What do you think, Jan? No, it's not all right. Okay, I'm gonna fire up. 2 degrees is a lot. That's 3 degrees right there. That's not 2 degrees. Look at that thing. That's 1 degree. Yeah. That's 3. I'm worried about your timing. Yeah, that's the only thing. But your timing sucks. It does. I tell you, anybody, you've been in this business how long and you've only got 3 degrees spread on distributors? That's ridiculous. Go back out and retime it. Click, 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 click. Gang, can you get the mag switch for me, please? Yep.
We kunnen dus helemaal opnieuw beginnen met het afstellen. Na het openen en controleren van de motor blijkt er iets grondig mis te zijn. My sentiments exactly. Everything keeps breaking. De motor heeft het proefdraaien niet overleefd. Er blijkt een hulpdrijfstang gebroken te zijn en deze heeft de hele motor beschadigd. De teleurstelling in het team is groot. Want wat zo goed begon, eindigt in een ramp. Zelfs reviseren lukt niet meer. De hele motor kan er zo weer afgehaald worden en we kunnen hem gewoon weggooien. Wat het nog erger maakt, is dat we geen reservemotor hebben. Waar haal je ditzelfde type motor vandaan? Een motor van meer dan 50 jaar oud. Ik ga maar weer eens met Nederland bellen, want dit gaat veel extra tijd en geld kosten. De oorlog is ten einde en de Constellation krijgt eindelijk haar burgerpak. TWA neemt haar als eerste in dienst en de KLM kan nu ook beschikken over haar Constellations. Door haar ronde vormen krijgt het vliegtuig al snel haar vrouwelijke koosnaam Connie. Na de oorlog begint de KLM aan de wederopbouw van het luchtverkeer. En 4 september 1946 is een historische dag. De eerste KLM Constellation, genaamd Venlo, landt op Schiphol. Internationale luchthaven van Nederland. Niet lang geleden door oorlogsgeweld verwoest, nu echter weer een en al bedrijvigheid. Een van de latere Constellations die de KLM aanschaft is genaamd Nijmegen. Elk nieuw toestel krijgt haar eigen doopplechtigheid. Juni 1947. In tegenwoordigheid van de Amerikaanse ambassadeur Baruch wordt de nieuwe KLM Constellation door burgemeester Hustings ter herinnering aan de roemrijke strijd der Amerikanen Nijmegen gedoopt. De eerste KLM Constellations worden ingezet op de lijn Amsterdam-New York, de zogenaamde winterroute. Twee keer per week worden deze vluchten uitgevoerd. De lijn naar Batavia wordt heropend. Deze krijgt bekendheid als de langste luchtlijn ter wereld. Tussen 1946 en 1962 speelt zij een belangrijke rol bij de emigratie van Nederlanders die naar Australië, Canada en Nieuw-Zeeland vertrekken. De luxueus ingerichte cabine biedt een ruime plaats aan 44 passagiers die met een gemiddelde snelheid van ongeveer 450 km per uur naar hun bestemming gebracht kunnen worden. Voor de luchtvloot van de KLM betekenen deze Constellations een prachtige aanwinst. Na de tegenslag in september vorig jaar, het verliezen van die motor, heb ik na lang speuren twee motoren gevonden op een verlaten vliegveld in Phoenix. De motor die we er nu opgezet hebben, heeft al 32 jaar niet gedraaid. Maar bij het proefdraaien blijkt dit de beste motor te zijn die Connie nu onder de vleugels heeft. Deze onverwachte meevaller is erg belangrijk voor de motivatie in het team en we proberen onze verloren tijd weer wat in te lopen. The measurement of the door is the same as on our Connie, so we're gonna phone the owner and see if we can use this one. All the plugs are suspended. Okay, come on back in. Easy, easy, there's 30 degrees. Tijdens het teamoverleg lopen we alle werkzaamheden zorgvuldig door. Elk team rapporteert mij welke vorderingen ze hebben gemaakt. Zo probeer ik overzicht te houden in de lange lijst met werkzaamheden. We besluiten dat we klaar zijn voor de eerste grote test. Een high-speed taxi run. Oftewel, met vol vermogen over de startbaan denderen. Ja.
Tijdens de high-speed taxi run bleken alle systemen redelijk goed te werken. We moeten enkele motoren nog beter afstellen. Toch besluiten we om de volgende stap te maken en plannen de eerste testvlucht. Van de 812 gebouwde Connies heeft de KLM 26 Constellations en 22 Super Constellations in haar bezit gehad. De Super Constellation L1049 is nog ruimer en kan grotere afstanden afleggen dan haar voorganger, de L749. Tot de zomer van 1962 heeft de KLM met deze toestellen gevlogen. Er zijn nu nog 4 vliegende korte Connies, waarvan onze Connie er één van is. Ze heeft levensreddende missies gevlogen via de Berlijnse luchtbrug. Ze heeft militaire VIP's vervoerd en gewone burgers. Voordat ze naar de woestijn in Arizona kwam, heeft ze nog enkele jaren gevlogen als sproeivliegtuig in Mont-Joli, Canada. Ze was compleet gestript. De drukcabine en de klimaatregeling waren verwijderd. Een lege huls met 4 motoren. In 1994 wordt ze door vrijwilligers van Stichting Constellation Nederland overgevlogen naar haar rustplaats in Arizona. Sinds die tijd wordt er hard gewerkt om deze Connie gereed te maken voor haar overtocht naar Nederland. Dag. Na meer dan 8 jaar stilgestaan te hebben, gaat Connie vandaag haar vleugels uitslaan. De eerste proefvlucht staat vandaag op het programma. Net als ieder ander teamlid ben ik behoorlijk gespannen. Hier hebben we allemaal heel lang naar uitgekeken. Iedereen is bijzonder tevreden over het verloop van de proefvlucht. We moeten alleen nog een paar kleine dingen verhelpen. Zelfs captain Frank Lang is erg tevreden over de prestaties van onze Connie. The windshield wipers are not working very good. There's no rain. De persberichten kunnen eruit, want het besluit is gevallen. Over 4 dagen vertrekken we naar Nederland. Het vertrek wordt uitgesteld. Bij de laatste inspectieronde blijkt Connie toch nog heel wat te mankeren. 1 motor heeft de proefvlucht niet overleefd en moet in zijn geheel vervangen worden. Dit alles betekent weken of maanden extra werk. We waren er zo dichtbij. En toch laat de oude Connie het ook deze keer afweten. Ik ga het slechte nieuws maar weer doorbellen naar Nederland. Technische dingen. Motor 2 die... heeft een lekke pomp, motor 1 die lekt nog steeds. In de staart hebben we hydraulische lekkage. Dus daar zijn we nu druk mee bezig. En ja, we kunnen ook niet eens vliegen, want we hebben geen BBK die op dit moment current is. Dus die mag vliegen. Dus ja, ik heb geen idee hoe we eruit gaan komen. Het is allemaal wat onzeker, zeker met de ervaring die we nu tot nu toe hebben. Thank you.
Er is ontzettend hard gewerkt de afgelopen maanden. We hebben de kapotte motor vervangen door de laatste reservemotor die we nog hadden. De hydraulische systemen zijn nu geheel nagekeken en Connie verkeert in topvorm. Vandaag wordt ze volgetankt. De geur van brandstof geeft een kick, want dat betekent vliegen. Morgen gaan we eindelijk beginnen aan de grote oversteek. Ik neem de laatste belangrijke zaken door met het team. Ik heb een final message van de FAA dat het all approved now. The certificate will be in this afternoon and so we can get our stuff at home and we can leave tomorrow morning. Right. So Frank and Hank, you can make the flight plan. So we're okay. All set with that. And Jan and William can close all the engines and we can go. Good news at last. Zondag 15 september 2002. Dit wordt echt een gedenkwaardige dag voor de historische luchtvaart. Vanaf 8 uur 's ochtends bereiden we ons voor op het vertrek van Evra Valley, Arizona. Het vliegveld waar ze sinds 1994 heeft gestaan en waar we zo'n 15.000 manuren aan onze Connie hebben gesleuteld. De vlucht zal worden afgelegd in verschillende etappes. Eerst wordt er koers gezet naar Texas via de stops Fort Worth en Denton. Daarna vliegt zij door naar Alpena, Michigan. Vervolgens naar Goose Bay, Canada. Na een grondige inspectie zal ze van daaruit de grote oversteek over de Atlantische Oceaan maken naar IJsland. Van daaruit zet de Connie koers naar Duxford en Manston in Engeland en daar wacht haar de laatste etappe naar haar nieuwe thuishaven Lelystad. Update for the weather. Okay, let's see what we've got here for you. Okay. Okay, here's your... Well, currently Goose Bay is not too bad. We do have a low deck down at 200 feet. Voor de vlucht van vandaag informeert Raymond samen met co-piloot Rick Verlassen naar de weersverwachting bij het weerstation van Alpena. Hoewel het vandaag niet ideaal is en het de komende dagen verslechtert, durft Frank, de captain, het toch aan om met Connie te vertrekken naar Goose Bay. Het is 7:10 en Frank hoopt Connie vandaag in 5,5 uur naar Goose Bay in Canada te vliegen.
We zullen vandaag voor het eerst een etappe afleggen over grote stukken water. We voldoen aan alle moderne veiligheidsvoorschriften. Er gaat een grote opblaasbare reddingsboot mee en speciale survival pakken voor als het mis mocht gaan. De viermotorige Conny staat niet voor niets bekend als het beste driemotorige verkeersvliegtuig. In de cockpit bereiden Frank en zijn crew zich voor op de komende etappe. Het vertrek blijft elke keer weer spannend. Het weerbericht toch iets te positief ingeschat. Het weer is aanzienlijk verslechterd. We komen terecht in laaghangende bewolking met veel regen en turbulentie. In dit toestel hebben we geen drukcabine en vliegen daarom op een maximale hoogte van 10.000 voet, zo'n 3 kilometer. We kunnen niet hoger of lager. We moeten er dwars doorheen. Dan merken we echt dat Conny meer dan 50 jaar oud is. Het water loopt naar binnen en het waait behoorlijk hier in de cabine. De veiligheidsriemen moeten vast. Na een spannende vlucht van 5 uur en een kwartier zien we door de wolken het vliegveld van Goose Bay. Tijdens de landing krijgen we een onverwachts bericht van de toren. Er is iets niet in orde op de landingsbaan. Captain Frank moet de landing onderbreken en Conny met vol vermogen weer optrekken. Okay, sir, we're going to have to make a circle here. They put us on a missed approach. We have got the field in sight, but we're going to have to circle. Constellation 9, November Lima. Apologize for the problem with GCA down there. Check gear downwind 0807. You are cleared to land runway 08. And the approach cable is raised 1,300 feet from threshold, and the departure cable is also raised. November Lima, clear to land.
Vandaag ondergaat Connie een grondige inspectie. De grote oversteek naar IJsland staat voor morgen gepland. Tim heeft de leiding over de technische ploeg en wil geen enkel risico nemen voor de overtocht. Maar niet iedereen is het daarmee eens. Change the pump. I'd like to change the pump. I don't think Frank wants to change that pump. You're talking about Keflavik. That's not Frank's call. That's one thing he has to realize still, and this is where the fights get. We fly the airplane, we keep it running. When it gets over to Europe, they can do whatever they want to with it. Frank can do whatever he wants to with it. Yeah. My job is to be on this airplane, make sure it gets there, and that's it. And if the pump needs to be changed, I'd like to change it. A little oil leak could be something major. And I just don't want this airplane to get ahead of us. You can say, I'm just being worrisome. No, I just know. It's an old airplane. And it's a good airplane. It's just, you cannot let your guard down, especially right now. We're too susceptible. Plus 7 hours over the ocean, I think everybody's going to shit their pants if we have to start caging engines, including myself. Al vroeg zijn de motoren gestart om te vertrekken van Goose Bay en koers te zetten naar Keflavik op IJsland. Een reis met 2700 ijskoude kilometers over de Atlantische Oceaan. Een vlucht van minimaal 7 uur. De langste en moeilijkste etappe van de reis. De start verloopt in ieder geval zonder problemen. De vlucht verloopt rustig totdat er een streep lekkende olie ontdekt wordt die dwars over de vleugel loopt. We got a problem now at this point. I'm not going. Left turn at your discretion or right turn at your discretion is up to you to the field. The altimeter is 203. Go through the canceling line practice. Niemand weet precies wat er aan de hand is. Olielekkage vanuit een motor is geen goed teken en de bemanning besluit direct terug te keren naar Goose Bay. We're in VFR conditions and we need to go back in. We've got that little. De olievlek wordt steeds groter. We nemen contact op met de toren voor toestemming om te landen. Het vliegveld brengt alles in gereedheid om ons zo snel mogelijk aan de grond te krijgen. Welcome back again. You're going to report 3 miles final with the gear down about the wind to 27.08 knots. Very good, sir. We have the runway in sight. We're 11 miles out. Roger, check that. I've been sight. We staan gelukkig weer veilig op de grond. Terug in Goose Bay en de opluchting bij de bemanning is groot. Overal zit olie en we beginnen direct met het achterhalen van het probleem. Dit duurt gelukkig niet lang. De sluiting van de oliedop blijkt kapot te zijn. Het probleem wordt snel verholpen. Na het oponthoud besluit de crew met Connie direct opnieuw richting IJsland te vertrekken. Binnen een uur is de grote oversteek eindelijk begonnen en vliegt Connie boven de Atlantische Oceaan. We hebben geen verwarming aan boord. Buiten is het min 12 en de temperatuur in de cabine is inmiddels gedaald tot min 10 graden. De koffie bevriest in onze kopjes. Ik heb 3 lagen kleding over elkaar aangetrokken en heb het nog steeds koud. We zitten nu halverwege onze reis en vliegen over het zuidelijkste puntje van Groenland. Een adembenemend schouwspel.
van de olielekkage en het 3 uur tijdsverschil tussen Canada en IJsland moet Captain Frank zich voorbereiden op een landing in het donker. Met alleen een GPS als modern instrument aan boord wordt het een lastige klus. 22 inches, Peter. 22 inches. De meters in de cockpit moeten met behulp van zaklampen goed in de gaten gehouden worden. Uitwijkmogelijkheden zijn er niet. Dus nu komt het aan op de jarenlange ervaring van Captain Frank. Na bijna 7 uur vliegen landen we veilig op Keflavik, IJsland. Hier staat Connie voor het eerst weer op Europese bodem. Er hangt een dikke laag mist boven Keflavik, maar de vooruitzichten zijn gunstig. Connie moet wachten tot het weer opklaart voor ze kan beginnen aan haar vlucht naar Engeland, die een kleine 5 uur zal duren. Na 45 minuten klaart het enigszins op en maken we ons opnieuw klaar. Net voor vertrek doen we onze run-up en daarna draaien we met een linkerbocht de baan op. We beginnen met onze start. Na 15 seconden wordt de start plotseling afgebroken. Een van de motoren levert nauwelijks vermogen. Frank besluit de start af te breken. We gaan pull off and check an engine. We need to pull off and recheck one of the engines, so we'll probably go back again. We checken het vermogen van de motor op een nabijgelegen taxibaan. Maar de motor heeft het opgegeven en er zit niets anders op dan terug te keren naar het platform. Captain Frank ziet dat het probleem niet snel verholpen kan worden en besluit de vlucht te cancelen. Mark, cancel out for today. Ook Tim baalt ervan. We lost throttle control on number 3. Can't get the throttle. I go take a quick lick, but we're running out of daylight on the other end, so probably not gonna go today. Ik ga maar weer eens met Nederland bellen dat alles later wordt. Het is ook waardeloos weer hoor, dus het was ook een randje weet als we wel. Terug op het platform checken we de motor en zien al snel het probleem. De gaskabel van motor 3 zit klem, waardoor de gashendel niet in zijn maximale stand kan komen. Het weer is inmiddels verslechterd en een vertrek naar Engeland zit er daardoor niet meer in vandaag. De crew besluit nog een nacht in Keflavik te blijven. Okay, understand. Maintain runway heading and 19-3 after departure. Clear to go. 749 November. Barometric. De crew wil na de vertraging vroeg vertrekken. En zo kiest Connie om 8 uur het luchtruim voor haar vlucht naar Engeland. De weersvooruitzichten zijn gunstig en het zicht is goed. Het is vandaag een rustige en ontspannen vlucht. Ik heb even tijd om wat bij te slapen. We zijn nu al 10 dagen onderweg. Het weer klaart zelfs op en na zo'n 2 uur vliegen bereiken we uiteindelijk de kust van Schotland. Onze eindbestemming Lelystad komt nu echt dichtbij. Beautiful country, look at this. Oh ja, dit. I think we ought to have a mechanical and stay here. In that old hotel. I'm showing us 11 miles from the airport. Diverse vliegvelden langs onze route vragen via de radio of we laag overkomen vliegen.
Iedereen wil de legendarische Connie bewonderen en begroeten. Onze aankomst op het historische oorlogsvliegveld van Duxford was niet onopgemerkt gebleven en we kregen een warm welcome van het toegestroomde publiek en de pers. Vanmiddag vliegt de Connie door naar Manston. Daar zullen we haar de komende dagen onderwerpen aan een laatste inspectie en ze krijgt een grondige poetsbeurt voor de aankomst op luchthaven Lelystad. Vandaag is het zover. Connie komt thuis. Het is prachtig weer en Connie blinkt als nooit tevoren. Iedereen in het team heeft een opvallend goed humeur. We're a happy crew here. Very happy crew. Ik heb eigenlijk ook wel zin om naar huis te gaan. Net als onze Connie, denk ik. De motoren kunnen worden gestart en we kunnen beginnen met onze laatste etappe naar Lelystad. Net voor Scheveningen wordt Connie begroet door twee andere propellervliegtuigen. De Orion van de Koninklijke Marine en de Fokker 50 van de KLM. Zij zullen, als eerbetoon aan de bejaarde Connie, het toestel begeleiden tot aan Lelystad. Na een vlucht langs de kust gaan we richting Schiphol, waar de Connies jarenlang hebben gevlogen. Na een low pass maken we een rondje boven Amsterdam. En via Texel draaien we naar het zuidoosten en vliegen nu recht op Lelystad aan. Net voor het vliegveld zien we een hoop auto's en eenmaal boven het vliegveld zien we de mensenmassa. De reis zit erop.
Na een low-speed flyby is het landingsgestel uitgeklapt en is Connie klaar om te landen op Lelystad. De vier motoren hebben ons veilig vanuit Arizona naar Nederland gebracht. Een reis van meer dan 10.000 kilometer. Ben. Het avontuur is geslaagd. 2 jaar lang was Connie een deel van mijn leven. En als ik nu naar haar kijk, zie ik maar één ding. Hij glimt en hij lacht.